als ik jullie verhalen goed gehoord heb, en ik had het natuurlijk zelf ook al stiekem bedacht, mobile device management gaat eigenlijk over niets anders dan security. Want je kunt een applicatie kun je gewoon zeggen van nou haal die maar uit de Apple Store of haal die maar uit de Private Store en draait u maar. Eigenlijk is mobile device management en mobile application management en information management uitsluitend voor security. Eens, oneens, wil er iemand op reageren? Ik sta een beetje achter jullie ruggen, dus ik kom maar even hier tussenin staan. Ja, ik als eerste. Uiteraard is security een heel belangrijk aspect daarvan. En dat is eigenlijk ook het eerste waarnaar gekeken moet worden. Maar ik denk dat de reden waarom er mobiele devices gebruikt worden in een organisatie, dus uiteindelijk om de productiviteit van de gebruikers te verhogen. Uiteindelijk. Work anywhere, play anywhere. Dus mensen willen mobiele devices voor meerdere dingen gebruiken als het voor het werk. Als het puur voor werk zou zijn, wat we vroeger deden, als we thuis kwamen, dan gaat hij in de la. En soms om 8 uur halen we hem weer uit, nemen we weer mee en gaan we weer mee aan het werk. Nou, dat is volgens mij niet helemaal het doel van een mobiele device. Dus ik denk ook dat we na security ook naar een stukje gebruikers plezier behoud moeten kijken. Dus dit is een beetje een combinatie. En vooral als we richting BYOD gaan, bring your own device, is security uiteraard heel belangrijk. Maar het device moet wel op die manier aangepast worden, dat mensen het device op een normale manier voor zichzelf kunnen blijven gebruiken. Oké, dus twee redenen waarom jullie producten er überhaupt zijn. Eén, het mobiele device dat, ik interpreteer het maar even zelf, dat kan verloren raken, dat kan in de trein blijven liggen of wat dan ook. En dan wil je een wachtwoord afdwingen als minstens als er een en het ander is gemengd gebruikt. Of het nou eigendom is van de werknemer of eigendom van de werkgever, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Of maakt dat wel uit? Nou ja, ik denk uiteraard als we het over bring your own device hebben, dan raakt het zeker uit. Want dan heeft ook de gebruiker wat te vertellen wat er met het bedrijf gebeurt. Op het moment dat het een bedrijfstoestel is, dan kan het bedrijf in principe policies, alle policies afdwingen die zij denken dat er nodig zijn. Oké, okay, en dan is het een persoonlijk toestel, dan moet er een bepaald evenwicht gezocht worden tussen de gebruikers en eigen omgeving en de bedrijfs- of enterprise-omgeving. Oké, dan heb je twee onderhandelingspartners, hebben bij je iets in te brengen. Ja, En dan is het ook als de bedrijfsdevices dan nog, kun je denken van nou ja, we verzinnen dan wel een soort van consensus. Maar dan komt het ook meer. Dat moet een bepaalde consensus volgens mij altijd zijn, nogmaals, en dan nooit security uit het oog te verliezen. Oké. Ja? Ik heb een vraag hierbij. Ah, Peter. Peter komt even met de microfoon. Hallo, ik ben Thijs de Graaf. Ik heb een eigen bedrijf, SEC. Ik zat er wordt hier stiekem aan mobiele devices ook mensen gekoppeld. Is dat essentieel? Denken aan Internet of Things. En dan, je bedoelt dat het zonder de koppeling aan mensen niet kan? Nou, weet ik niet, maar misschien dat er niet zoveel verschil tussen bestaat. Wat maakt het nou zo specifiek dat mensen het in hun handen moeten hebben of met hun handen er iets mee moeten doen? Een meter in mijn auto die de temperatuur meet van de motor, die misschien straks connectiviteit heeft, af en toe wel, af en toe niet, met een garage. Maar misschien is er wel een kern te pakken, omdat mensen ermee manipuleren, kan ik niet bepalen wat ermee gebeurt. Wil er iemand op een gegeven moment reageren? Ja, ik kan blijven reageren. De term Internet of Things is inderdaad een heel breed begrip. En ja, we richten ons hier natuurlijk meer op het gebruik van mobiele devices als persoon. Ik denk dat het onderscheid is, maar inderdaad, we gaan naar Internet of Things. Daar is het eigenlijk ook al als een strategie. Elk device heeft een bepaalde eigenschap en krijgt informatie. En of er nou een persoon aan hangt, ja of nee, dat is inderdaad een tweede punt. Wat net opgemerkt werd over bijvoorbeeld bring your own device. Ik denk dat het heel moeilijk is gebruikers van bring your own device om te overtuigen of het ertoe te dwingen, zeg maar, als organisatie om daar device management op los te laten, als het ware. Ik weet niet hoeveel mensen hier nu bring your own device een eigen device hebben die in de organisatie gebruikt wordt. Ik weet niet of dat veel mensen zijn. Nou, ik weet niet of je als gebruiker van je eigen device of accepteert dat de organisatie daar zeg maar, een device management oplossing op heeft. Sowieso krijg je het als je e-mail krijgt. Precies. Sowieso, dat kan niet anders. Nee. Dat ze kunnen het device buiten, ja. Ja. Nou ja, who cares? Ja, precies.
Maar wordt dat in feite in de organisatie ook dan gedaan, bijvoorbeeld dat je, want ik denk dat heel veel mensen die Dropbox gebruiken. Dat is ja, om dus dat toe te geven. Nee, precies. Maar dat is het typisch in deze consumermarkt van mobiele devices. Je wilt eigenlijk gewoon gebruik houden. Je wilt eigenlijk de vrijheid hebben. Eigenlijk wil je helemaal geen MDM hebben als gebruiker. Ja, kijk, als we dat device van mij wipen, dan staat er, dus zodra ik het weer heb opgestart, staat al mijn Google zoiets er ook weer op. Dat is helemaal geen punt. Dus ik zal wipen. Ja. Dus ja, Michael, jij wilt dan tijd. Je moet dan het rode knopje niet drukken als het lichtje uitgevallen is. Dat het lichtje nog wel ingevallen. Het scherm? Nee, op het zijkantje. Op de zijkant zit een schermpje. En dat schermpje. Nee, Oh, okay. Ja, dicht bij je mond. Ja, dicht bij mond. Audio, dat is een beetje ouderwets, maar. Ja, nee, dus, analoog, hè? Nee, ik denk dat de discussie die wij zien, althans die wij zien in de klantgesprekken, is dat security absoluut essentieel is. Ik denk dat bedrijven absoluut bang zijn om data te verliezen. Aan de andere kant wil ze de gebruikers centraal stellen. Dus laten we wel wezen, het gaat over, kan ik mobiel werken en kan ik dat enabelen voor mijn medewerker? Dat is dus de factor mens is wel degelijk heel erg relevant in dit hele spel. Maar dat is toch, sorry, een apparaat gaat, we kunnen gewoon dicht zetten. Ja, dus wij spreken organisaties die zijn bang als ze het systeem helemaal dichtzetten. Dus je kan niet met de laptop werken die je wil, je kan niet met de smartphone werken die je wil, je kunt met de tablet werken die je wil. Dat ze daar een generatie teleurstellen, ik denk dat dat niet met een generatie te maken heeft. Ik denk dat data security essentieel is. Ik bedoel, we spenderen kapitalen aan data security binnen datacenteren op de werkplek. En dat is dan weg op mobiel. Ik denk dat het inrichten van security op een juiste manier mobility enabled en mobility mogelijk maakt. En dat de security mensen daarin een enabler zijn in plaats van nee, dat kan niet, want het mag niet, want ik heb deze regelgeving te moet ik dan voldoen. Oké, dus niet zomaar mensen, maar de jongere garde die weigert te accepteren dat ze hun eigen apparaat niet mogen gebruiken of dat ze hun bedrijfsapparaat niet privé mogen gebruiken voor games en andere ja, dus wat we zien is, zaken. Wat we zien is dat mensen MDM-profielen toegelezen krijgen, op vakantie gaan het MDM-profiel eraf halen, dan kunnen ze weer dingen doen met het device dat ze willen. Ja, dus ik zie iemand knikken, het is herkenbaar, ik zie nog meer mensen knikken. Ja, dat is, wil je dat als IT? Ik denk dat dat een probleem is. Ja. Ik kan nog graag antwoorden op uw vraag, dus Internet of Things, dus wat is een mobiel bedrijf vandaag? Ik kan u een voorbeeld geven waar IBM momenteel mee bezig is in Frankrijk. Dus we zijn bezig met de firma Peugeot, dus vanaf 2015 moeten de nieuwe wagens in Europa krijgen die de vereiste om ook natuurlijk een 3G of 4G chip mee te installeren in die wagen om extra data mee te gaan leveren. Dus dat er een ongeluk gebeurt, klopt. Dan worden de hulpdiensten op voorhand ingericht van hoeveel personen zitten in die wagen, waar zitten die ter plaatse. Dus dan kunnen wij zo natuurlijk, of de hulpdiensten sneller ter plaatse komen met het gasten. Dat is een concreet voorbeeld van hoe dat die technologie kan gebruikt worden om, laten we zeggen, ja, de automobielsector daarbij te helpen. Nu, dat blijft niet bij de automobielsector, ik denk aan de retailmarkt. De ziekenhuizen. Maar zijn dat niet allemaal dingen en niet de mensen? Volgens mij hebben we vastgesteld dat de mensinteractie het belangrijkste is. Dus zo gaan we het over dingen hebben, zoals auto's, dat is voor mij een ding. Sommige mensen vinden dat ze een zin hebben, voor mij is het een ding. En de persoon die daarin rijdt, is die dan relevant voor het gebruik van die 3G-chip? Of is dat pas als je die ook de ruimte geeft om dat ding te gebruiken om te gaan bellen onder het rijden? Er is zelf geen interactie meer met de persoon die de. Oké, en dan valt het denk ik zo een beetje buiten de scope, of niet? Momenteel is het. Dat vind ik niet terecht hoor. Nee? Ik vind het terecht dat ook niet binnen van sommige devices hier wordt mee gediscussieerd. Dus wat je nu ziet in de markt natuurlijk, in Nederland, Benelux, across Europa, zijn we altijd op zoek naar, oké, we hebben die mobieltjes. En daar wou ik eigenlijk een antwoord geven op uw eerste vraag. Van kijk, wat speelt er allemaal een rol? Oké, security is een auto. Gewoon iedereen komt naar ons als het brandt, dus als het pijn doet. Dus is data gelekt. Een stom voorbeeld is eigenlijk, er is een mail uitgelekt van een minister in België. En dat was zeer pijnlijk. Gewoon vanuit de Secret Service, dus de geheime dienst, heeft daar een mail uitgestuurd. Die is uitgelekt en dat is helemaal uitgezaaid over de media met alle gevolgen. Dat doet pijn. En dan zoeken bedrijven naar security oplossingen, NDM oplossingen, MIM oplossingen. Aan de andere kant, ja, er is veel meer dan enkel die mobieltjes. Dus, en wat is een ander aspect bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk het taxaspect.
En terwijl dat ik eigenlijk jij die vraag gesteld van oké, wie heeft er zelf zijn eigen telefoontje? Wie krijgt er een telefoon van de firma? Ik denk iedereen, de rest, heeft dan eigenlijk allemaal een firma telefoon die ze krijgen, eigenlijk een iPhone. Nee, dat is heel wisselend en ook wel beperkt. Dus, hoe het gebruik is, hebben we het ook weer die fiscale regeling over dingen van het bedrijf. Daar is een duidelijke restrictie aan en daar wordt het vrij scherp op gestuurd. En ben je dat ruimhartig, dan wordt dat gewoon onmiddellijk op aangeslagen en heb je conflict met je werkgevers. Ik geloof dat dat. Dus het is wel relevant, maar het wordt ook wel opgelost volgens mij. Maar als je het niet erg vindt, wou ik fiscale kwesties, als Michiel het ineens mee eens is, want dat blijft een schuiling laten. Ja, het is toch, fiscale kwestie is het taxaspect. Ja, het is wel relevant inderdaad, maar ik denk dat je hier niet met fiscale specialisten in de zaal zit. Dus dat moeten we misschien nog een andere keer maar bespreken. Ervan uitgaande dat het primair over de mensinteractie gaat. En dat je de boel wilt beveiligen. Wat zijn dan binnen de strategieën? Goed heeft zich laten voorstaan op een eigen ontwikkeld crypto-algoritme. Hoe doe je dat nou? Is cryptografie de kern, het begin en het eind van alles? Yes. Ja. Ik wil dat erop zeggen, tenzij je dat. Ja, jullie mogen allemaal reageren. Ik heb allemaal hetzelfde kant in. Encryptie is encryptie is van alles. Nou, ik denk dat encryptie niet alles is. En ik kan ook niet zeggen dat beveiliging, degene die zegt ik ben secure, is per definitie een risicopartij om gekraakt te worden. Ik denk wat wij zien, is een paar dingen. We zien dat je niet kan volstaan aan device security. Wij zien vanuit Good mobile device management als een stukje asset management. Dus in de infrastructuur en servers heb je de laptops. Vul je een CNDB, welke laptops, welke desktops, welke servers, welke assets heb ik en dat vul ik netjes. Ik hou erbij, welke versies draaien erop. Kan ik hem wipen, dat soort zaken. MDM voldoet aan dat profiel en voldoet aan die eis. En dan gaat het dus nog niet over security? Nou, in onze mening is dat relatief. Je kan natuurlijk heel veel stempels geven. Maar wij denken dat device management een noodzakelijk iets is wat je moet doen. Maar dat helpt je in het beheer van je devices. En dat kan zijn bring your device, company your device. Wat je graag wilt doen is security inregelen op het hele tracé. Je bouwt de langste stack in je organisatie. En dus wat ik bedoel met de langste stack, je hebt je backend, je hebt je servers, je hebt je storage, je hebt je SAN, je netwerk, je firewall. Dan ga je naar buiten toe. Hoe ga je naar buiten? Eventueel heb je een NOC. Misschien heb je dat niet. Vervolgens heb je de carrier, het wireless. Dan heb je je device, smartphone, tablet, OS en dan je applicatie. Hoe ga je dat managen in die hele stack? En hoe ga je zorgen dat je geen data kan verliezen in al die lagen? Hoe kan je voorkomen als iemand zijn MDM-profiel eraf haalt? Of zijn device waar je thuis komt en restore doet en al zijn data weer terug heeft? En dat zijn de vraagstukken waar onze klanten mee zitten. En dat zijn wat wij zien, als je kijkt at rest op het device, hebben we encryptie. We hebben encryptie tussen apps, we hebben encryptie naar het device toe. Dus eigenlijk vanaf de data in het datacenter tot aan het device. En ja, daar kan je ook weer een debat over zetten. Wat voor type encryptie doe je, waar staat de encryptie? Oké, maar eerst nog even de check. Robert, MobileIron, ben je het daarmee eens? Er was net een onduidelijkheid. Is dat, moet je inderdaad die hele stack van data at rest tot als mobility management leverancier kunnen dekken? Ja, absoluut. Want we zien vaak dat gebruikt om een applicatie op een device. En je moet data raadplegen achter de firewall. Als je data op de device, dan moet beveiligd worden met behulp van encryptie. En dan wil je een veilige verbinding opzetten naar een server achter je firewall. Dat moet ook helemaal geen crypt zijn. Dus. Ja, dan zeg ik altijd een beveiligde verbinding is leuk. En dan landt het op een device en dan is het nog gewoon lekker naar de buren. Hoe voorkom je dat dan? Ja, als de data op de device is, dan moet je een policy toekennen dat de data niet gelekt wordt naar Dropbox bijvoorbeeld. Je wil copy-paste disables, voorkomen dat gebruikers screen captures maken. Als ik dat doe, hè, ik ken een verhaal en eerlijk gezegd weet ik niet goed of het nou waar of onwaar is. Dat iPhone op een gegeven moment encryption services aanbood aan applications. En dat eigenlijk in de witbak verdween. Zo van ja hoor, uw data is encrypted, maar in werkelijkheid hadden ze dat helemaal niet geïmplementeerd. Daar kun je toch niet vertrouwen? Dat hebben ze toen, dat bekend werd, vrij snel gerepareerd. Maar ik had toch wel een klein deukje in mijn vertrouwen opgelopen, moet ik zeggen. Hoe weet je nou dat het ook echt werkt? Het aanroepen van dat copy-paste, disables en dat soort zaken.
Ja, we hebben vaak twee lagen van encryptie. We maken gebruik van de device encryptie. Dat wordt aangeleverd door trouwens Apple of Google met Android. En daarbovenop hebben we ook onze eigen laag van encryptie. Dus we hebben twee lagen van encryptie om de data op het device te beveiligen. Dus als één laag gecomprimenteerd is, heb je altijd de volgende laag. Altijd, onder alle omstandigheden. Ja, onder alle omstandigheden. Geldt dat voor jullie alle zes? Ja, maar de vraag is in feite, als je data encrypted hebt op je device, ja, wat schiet die mail op? Wie kan hier eigenlijk zijn mail voor naar Gmail van zijn mobiele device? Nou, ik denk bij iedereen. Dus ja, wat heeft hij voor zin? Ja, maar dat gaat dan via de thuisgateway, hè? Nee, als ik gewoon mijn mobiel heb, en ik ontvang mijn mail op mijn mobiel, dan heb ik encrypted op mijn device. Ja. En dan ga ik in feite een bepaalde mail om. Ik denk, nou, dat is interessant, dus laat ik forward gewoon naar een Gmail-adres. Dat is heel trekbaar. Is het wel tegen de organisatie, dan kan je zien dat het is. Dat klopt. Dat klopt. Voor de Gmail. Maar ik denk als je het over data leakers hebt, dat zijn in feite echt, dat is de essentie van data leakers, gewoon voorwaarden voor informatie. Maar is dat geen enkel waar je moet lossen? Dus met een gebruiker overeenkomst, dan krijg je geen mail. Dat klopt. Dat denk ik ook, dus in feite. Het is een gebruikersdiscipline, zeg maar. Maar hoe kun je dat technisch voorkomen? Want er zijn hier leveranciers van technische oplossingen. Om dat soort dingen juist te voorkomen. Dus wat heeft het dan in feite voor zin? Dat je, nou, informatie... Maar ik kan het vanaf een bedrijfsnetwerk werken, kan ik dat ook doen. Dan kan ik ook naar Google sturen, naar Gmail, ik kan me niet schelen dat. Klopt. Dus wat is het verschil? Nou, dat is geen verschil. Nou, dat is geen verschil. Dus ik schiet met een device en er is niks op. Nou ja, dat is echt jongens. Moet je ervan uitgaan dat de persoon die een mobiel in handen heeft, dat die wel conform de regels handelt van het bedrijf. Dus dat die dan... dat ook als een goede huisvader bedient. Het probleem stelt zich enkel, vooral, ik kan u het voorbeeld geven, maar ik moet ook veel reizen, zoals dit min ook. Ik ben mijn iPhone verloren in de taxi in Madrid. Maar jongen, al mijn telefoonnummers kwijt. Ik heb hem nog kunnen opzoeken, dus ik wist perfect dat hij rond aan het rijden was in Madrid. Ik heb dan de Costas Perdidos opgebeld en gezegd, maar kijk, daar is mijn iPhone. Hij is gewoon rond aan het rijden. Het is bij die persoon, dat is het ticketnummer van mijn factuur. Maar ik heb mijn telefoonnummer teruggevonden. Dus, als een telefoon verloren geraakt, een laptop gestolen wordt uit een wagen, dan stelt het probleem zich. En dan moet dat doorgeleverd worden naar security dashboards binnen het bedrijf. Dat moet er een alarm op komen. Maar een werknemer zelf, die werkzaam is voor de firma, wordt geacht natuurlijk conform de guidelines van het bedrijf te handelen. En, okay. Ik denk dat ik het daar niet helemaal mee eens ben. Je zou je daar vanuit mogen gaan. Helaas kennen we de kreten, denk ik allemaal wel, want ik dacht dat het mocht. Ik dacht dat het wel oké was. Ik dacht dat het veilig was. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van hoe ze met data omgaan en welke risico's dat ze lopen. En ik denk dat wij met z'n allen hier proberen om bepaald gedrag te voorkomen, in te dammen, door middel van policies, door middel van het afdwingen van of het blokkeren van bepaalde features. En dan aan onze kant ervoor te zorgen dat de data die er dan daadwerkelijk op staat ook beveiligd is. Maar dat wil nooit zeggen dat het 100% veilig is. Alleen een heel belangrijk punt is dat in heel veel gevallen de data hack of de data toegang pas verkregen wordt op het moment dat een device fysiek in handen is van een kwaadwillend persoon. Ja, ik heb data leakage statistieken uit de Verenigde Staten erop nageslagen. En 70% van alle datalek-incidenten die was te herleiden tot fysiek verlies van een telefoon, een harde schijf, een USB-stick en vooral laptops. Want daar staat natuurlijk meestal meer informatie op. Ik heb hier een vraag, mooi. Maar ik denk dat je dan daarbij niet eens het moet willen doorsturen naar Google is. Nee, dat is nog geen andere vraag. Dat komt gewoon open. Nou hoorde ik net voorbij komen en voorkomen van copy and paste en screen captures en dergelijke. Ja, leuk. En dan moet ik toch echt van, nou goed, die laatste twee letters, own device, betekent mijn device, dat ik daar met business data op bezig ben. Ja, dat heb ik dan dus gedaan. Dat heb ik daar policies op afdwingt en bepaalde zaken op afdwingt. Ben ik best bereid om mee te gaan. En dan zeg ik op mijn beurt redelijk wel van, ja, dat is leuk. Business data, ja, maar het bedrijf met zijn policies aankomen. Dat blijft van mijn foto's af en blijft van mijn privé Gmail af en andere zaken. Dus als ik die kwijtraak, ja, dan wipe over de business data, best. Dat ik mijn eigen foto's op straat heb liggen, is mijn verantwoordelijkheid, niet die van mijn bedrijf.
Ja, nou ja, goed, ik bedoel, was leuk, maar is dat ook te managen op deze manier? Ik bedoel, ik zag de laatste variant van mij komen. Ja, hoe ga je de device encrypten? En de manier waarop je het eraf krijgt is hardware reset naar, factory defaults en je storage card formateren. Dan wordt de keuze heel snel makkelijk van, nou, dan maar geen bedrijfsproken op mijn device. Ik denk dat dat eigenlijk wel standaard is bij al diegenen die aan het appen zitten. Dus er is eigenlijk een bedrijfsgedeelte, dus een beveiligde appje dat je hebt, eigenlijk een container noemen dat in de markt. En daarnaast heb je je privé telefoon. En die omgeving zijn eigenlijk volledig gescheiden. Dus wij kunnen dan ook zeggen, als, ja, in mijn geval bijvoorbeeld, had ik gewoon IBM de helpdesk moeten bellen en gewoon zeggen van kijk, doe een selective wipe. Dus we willen met selective wipe, dan gaan we enkel het corporate gedeelte eraf halen. We zijn ook in staat natuurlijk om een full wipe te doen, als de medewerker de toestemming geeft om ook die foto's, je favoriete foto's, er ook mee af te halen. Dus dat is perfect mogelijk, hè? Dus dat is zeker geen noodzaak. Is dat zo geld dat voor jullie allemaal een selective wipe van een container? Ik dacht dat daar verschillen waren, tenminste in het verleden. Ik denk dat er deze verschillen zijn, misschien nog even teruggrijpen tot het Google mailstuk. Ik denk dat we het concept kennen, data loss prevention, waarbij je monitort wat confidentiële informatie is, je zet een policy daaroverheen zoeken. De historie was geboord voor een bedrijf gewerkt in Symantec, 9,5 jaar. En data loss prevention biedt die mogelijkheid om inzicht te geven in vertrouwelijke informatie. Hoe ga je dat trekken op mobiel? Door alle security maatregelen die we kennen, nogmaals op de infrastructuur en op werkplekken, die is allemaal proven, kennen we, en mobiel is het nieuw. En ik denk in het voorbeeld van bedreigingen, de statistieken die je net onderhoorde, ik denk dat er wel degelijk een dreiging zit voor de tussen-apps. Dus men maakt zich wel degelijk zorgen tussen malicious apps die data onttrekken van anderen. En WhatsApp is niet malicious, maar WhatsApp, als je daar een mooie BI-tool op loslaat, weet je verdomde veel van de organisatie. Bedoel, als je gaat kijken naar wat voor type berichten, foto's er gemaild worden op WhatsApp en misschien voiceberichten, kan je een heel mooi plaatje krijgen van een onderneming. Waarom moet ik daarbij komen dan, ben je al die informatie? Bij WhatsApp kan je het ondervangen, daar ben ik niet de expert, dat ga ik niet proberen te zijn. Maar WhatsApp is het voorbeeld dat iedereen kent, maar er zijn ook apps die we niet kennen, die hetzelfde over te doen, dat niet melden. En dan heeft iOS een heel mooie restrictie in het publiceren van apps, maar Android heeft dat niet. En hoe ga je dat doen als je zegt, ik wil die keuzevrijheid geven? Ja. Dus ik denk dat je daarin een beleid moet hebben. Oké, je gaf eerder gaf je aan WhatsApp, daar versturen artsen foto's van patiënten of van onderdelen van patiënten mee om te vergelijken met hun collega's. Afgelopen vrijdag had ik met de bedrijfsleider van een divisie van het meester van Haagland een discussie erover. Die zei, ja, wat een gelul. Er staat er niet bij van wie dat is en je ziet alleen maar een bloedende wond of iets. Wat een onzin. Nou, dat moet je gewoon faciliteren. Eens oneens? Dat ben ik mee eens, ja. Ja, ik denk dat niemand zal accepteren dat WhatsApp al niet op zijn mobiele device meer zal werken. Oké, hier is iemand die het er niet mee eens. Ik denk dat ik dat niet mee eens ben, want als een arts een foto maakt van mijn bloedende wond, die is van mij, dan kan hij dat wel in de krant zetten, maar misschien dat over 2 jaar die wond wel naar mij te herleiden is, en dan kan ik dan toch niet blij mee zijn. Dus als dat nou helemaal te anonimiseren is, door bijvoorbeeld dan in 2 keer door de fax heen te halen en een keer slecht uit te printen, ja, dan misschien wel, maar het is van mij, het blijft van mij en het is medische informatie. Dat is ook een NEN-normering, de NEN-75. Ja, maar die is. Nee. We zitten hier met een paar mensen die daar mee in de slag zijn. Die zegt daar niks specifieks over, maak je niet ongerust. Dat is gewoon een slechte kopie van de ISO 27000 brengers. Je moet nog steeds alles zelf bedenken. En dat geeft de schrijver ook toe. Hij zegt de ISO 27000 moest een witte jas aan, anders zou die nooit geaccepteerd worden. Heeft enigszins geholpen. Maar als je nou WhatsApp met die foto, je zou dat dan vanaf zo'n mobiel device zou je dat dan willen beveiligen. Moet je het dan binnen die container brengen? Of kun je dat dan aan een policy onderwerpen op een zinvolle manier? Ik denk dat de primaire vraag die we moeten stellen is waarom voelt die arts zich genoodzaakt om terug te krijgen voor een middel als WhatsApp? Oh, heel simpel. Het is snel. Het is bij de hand. Hij heeft een urgente behoefte om de collega te raadplegen en hij maakt zich zorgen over de patiënt. Lijkt me een hele goede reden. Lijkt me een hele goede reden dat ik binnenkort een keertje met hem ga praten. Ik denk dat je weggestuurd wordt met een bloedende wond. Wij met z'n allen bieden tools die dit enabelen op een veilige manier. Dus je moet een alternatief bieden wat je wel acceptabel vindt. Ja,
Dat is wat dus het alternatief voor Dropbox, dan pas mag je Dropbox uitschakelen enzovoort. Wij bieden een alternatief waarbij mensen en gebruikers productief kunnen werken op een mobiele wijze. Nou, alleen dus hebben tussen gebruikers die hetzelfde systeem gebruiken. En niet de artsen in Amerika of specialisten die niet in hetzelfde ziekenhuis werken. Zelfs daar kunnen we nog wel mee aanpassen. Kunt u dat soort dingen aan werken op dit moment? Ja, welke mouw? Dan raken we gaan automatisch een stapje verder dan alleen MDM. We komen nu in een vaarwater, in de vorige slide MIM genoemd werd, geloof ik, of MCM, geloof ik, kan het ook. MFM. Precies, dus er zijn secure alternatieven voor Dropbox-achtige constructies. Goed deze. Airwatch deze. Volgens mij hebben ze allemaal. Ik denk dat we op security allemaal vrij veel kunnen. Ik denk dat is ook altijd onze main focus geweest van ons allemaal. Ik denk dat de nadruk heel erg ligt op bedrijfsprofielen op de juiste manier op te kunnen stellen. En daar de juiste politie zijn. En ik denk dat is eigenlijk de focus van de discussie. Ik denk dat op veiligheid bedoelt. Ik denk dat Boet werkt heel hard aan veiligheid op een ziet. Dus ik denk dat we allemaal heel erg hard aan de veiligheid werken. Daar moet je ook wel de 450. Oké, maar dat is allemaal waar. Maar dit is reclame. En nu even terug naar dat beeldje naar buiten de deur. Nee, ik heb alle waarde deur gemaakt. Jawel, nee, dat snap ik wel. Maar dan komen we over, we doen het allemaal en zo. Maar daar horen wij niet zo bij. Maar ik wil even begrijpen hoe dat dan werkt met die Dropbox-constructie. Als het dan buiten het eigen domein gemeld wordt, wordt die dan in een file neergezet en gaat er een blanco mailtje met een link naar iemand en is dan het mailadres te authenticaten met SSL ophalen, dat model? De Dropbox zelf of de Dropbox-achtige? Ja, het alternatief daarvoor. Nee, Dropbox zelf, dat weten we. Het alternatief ervoor, op het moment dat je het alternatief van AirWatch bijvoorbeeld gebruikt, dan moet die persoon die content locker, dat niet ons keer, dat dan maar zeggen nu, maar op het moment dat het gebruikt wordt, moet ook de andere gebruiker moet er ook gebruik van maken. Die moet zich dan gaan aanmelden voor die gebeurtenis dat hij één mailtje uit dat domein ontvangt. Dus doe ik WhatsApp. Ja, dat is een niet. Want hij heeft ook een mail van Voltis, die hebben we ook in de zorg. Dat is ook zoiets, hè? Wat je ziet eigenlijk is dat veel bedrijven zeggen ook van kijk, wat Dropbox, oké, we kunnen ook allemaal in de box, kunnen we integreren op Google Drive, maar het is nog altijd een cloudmodel. Dus dat moet zeggen, kopen data is dan altijd een cloud. Okay. Veel bedrijven zeggen ook van kijk, wij willen lokaal de FTP-server draaien bij ons. En die data staat bij ons. Dus dat wil zeggen, die mobile devices kunnen dat ophalen bij ons. Oké, okay, secured enabled, IS 257 bit, whatever. Die worden tijdelijk opgehaald en die blijven dan tijdelijk beschikbaar op die mobile devices. En dat staat er een trigger. Kunnen jullie die policies inzetten en zeggen van kijk, die persoon kan dat lezen. Bijvoorbeeld bij NATO is er een standaard in Brussel. Die jongens en die generaties kunnen dat tijdelijk bekijken, één keer open doen. Daarna wordt dat vandalized voor de data's. Dus dat wil zeggen, de data blijft altijd gestockeerd bij het vliegen. Dat is toch wel een Snapchat? Snapchat is dat toch? Snapchat is het wij worden aangevallen, heb je gedaan? En over Snapchat, eigenlijk is dat het heel belangrijk door het oké, ik heb misschien wel een antwoord op de vraag. Kijk, als ik denk dat we terug naar de gebruiker gaan. En de gebruiker, als die ervaart dat security een bottleneck is, dan gaat hij terug naar het voorbeeld van Google Mail, gaat hij er omheen. Ja, dus Dropbox is zo populair omdat het zo makkelijk is. Ja. Dus wat wij als leveranciers moeten doen, is heel makkelijk maken en gebruikersvriendelijk om de app te gebruiken om die veilig te werken. En ik denk dat menig medewerker wel door heeft dat hij, als hij voor een bank, een ziekenhuis of wat voor instelling werkt, dat hij enigszins know-how heeft om daar een beslissing over te nemen. Je houdt het uitzondering. Maar ik denk dat je het geheel gebruikersvriendelijk moet maken. En wat wij hebben gedaan vanuit Root Technology is dat containerprincipe hebben we wel uitgewerkt. Dat je straks, en straks is eigenlijk wat we zelf al gebruiken, maar dat je straks een custom app maakt. Stel voor een netwerk aan partners. Dat kan zijn ziekenhuismedewerkers, maar dat kan ook een heel ander voorbeeld zijn. De politie wil met de brandweer communiceren. Maar dat je niet in het netwerk wil er toch encrypted informatie delen. Dus wij kunnen dan de politie in dit geval helpen om een encrypted kanaaltje te brengen, daarin een folder of een shared file server, zeg maar een domein beschikbaar te stellen encrypted.
En daar heeft de politie volledig controle. Je kan het uitzetten, je kan het aanzetten. Dat is een soort good cloud op aanvraag. Nee, het is geen cloud. Nee, dat doen we niet. We doen geen cloud. We hebben een encrypted manier bedacht waarop iemand anders encrypted informatie kan ophalen. En dat is heel gebruikersvriendelijk. Daar kunnen we straks meer tijd hiernaast. Ik wil niet te veel. Dat gaat dan over dat fenomeen dat je naar buiten je kring zou willen mailen en die dan toch veilig zou kunnen benaderen met vertrouwen. We hebben dat het Shared Services Framework, waarbij we dus in derde partij out of network diensten kunnen bieden, zoals een file server aanbieden, een map, een folder, een SharePoint, printing, instant messaging, alle soorten data die je wilt delen. En encrypted. Oké. Want we hebben onze eigen encrypted. En daar zijn jullie het allemaal mee eens, want jullie doen het allemaal veilig, heb ik net gehoord. Uiteraard. We zijn alles veilig. Zo, wij doen alles veilig. Wij ook veilig. Wat is de beste... Deze had ik verzonnen, maar daar zijn we eigenlijk wel uit. DLA staat voor 3-letterige afkorting. Dat is een afkorting van een afkorting. We moeten even terug naar de NSA, want ik ben er overheen gestapt. Hoe voorkomen we lekker naar de NSA? Krijg je hier aangereikt terug op mijn eigen vraag. Of wil je nog iets over zeggen? Kijk, de NSA kan natuurlijk op 100 verschillende manieren informatie benaderen. Om niet met een satelliet dus dan wel eens mijn vrouw op om de vraag te stellen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die onder de Amerikaanse wetgeving vallen. En als de NSA dan zegt, joh, ik moet informatie hebben en je mag er niks van zeggen. Dan heb ik kans dat mijn klantinformatie bij jullie als leverancier beschikbaar, bekend en weggegeven is. Wie van jullie kan stellen dat hij niet onder dat soort wetgeving valt? Niet. Jullie hebben allemaal een aandeel aan de Amerikaanse beurs en dan ben je gewoon een haasje al. Hij doet het niet meer. Ik heb het even gevonden. Maar volgens mij hebben jullie andere oplossingen daarvoor, of niet? Ja, ik kan er even denken, maar ik ga hem niet aanreiken natuurlijk. Iedereen is sockslisted. Dat moeten we niet op een stoel of bank steken. Iedereen is sorry? Sockslisted. Sockslisted. Ja, dus oh, jullie bedrijf. Ja, ja. Ze allemaal onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving. Dus. Dus wij moeten eigenlijk compliant met natuurlijk de Amerikaanse wetgeving. Iedereen van ons. Aan de andere kant, puur op het managementvlak, kunnen we een paar alternatieven bieden. Dat wil zeggen, je hebt natuurlijk die SaaS-modellen in de cloud. Ja, dan passeert het Patriot Act, dan valt het onder het echelon. Niveaustrategieën, dus dat kan nog steeds. Aan de andere kant, wij hebben ook een datacenter in Europa, dus dat zit met de bank ook in Frankfurt. Dus dat is een alternatief. Of je kan altijd zeggen: oké, ik ga dat in huis, ik ga de box in huis. Alternatief gaat niet op hoor. Twee weken geleden was er een uitspraak van de rechter waarin werd aangegeven dat Amerikaanse bedrijven die Europese datacenters hebben wel degelijk verplicht zijn om data op Europees grondgebied te overvolgen. Absoluut. Ja. Als u zegt, dat hey, ik haal het zelf in huis, dan hebt u de data eigenlijk ook volledig in de drugs. In die zin bent u als firma, als Nederlandse firma, natuurlijk ook verplicht om mee te werken met natuurlijk de veiligheidsdiensten in Nederland. Dus dat is natuurlijk, daar valt u ook onder. En natuurlijk, de Nederlandse overheid zal ook meewerken. Concreet voorbeeld wat er gebeurd is in Brussel, 2 weken geleden, die man is nu ook gepakt in Frankrijk. Dat is teken dat wij als Europeanen nauw samenwerken op informatie. Anders kan zoiets niet gebeuren. Ja, volgens mij kun je nog wel iets anders. Als jullie namelijk cryptobieden die zo sterk is dat zelfs de NSA zegt de moeite niet gaat getroosten om het te kraken en de sleutel is niet bij jullie, dat schiet al heel erg op, dat is Bruce Snyder's oplossing. Maak het te duur. Dat was zijn strategie. Maak het voor de NSA te duur om alles te willen ontsleutelen, dan gaan ze het er zelf mee ophouden en worden ze weer selectief. Past dat? Nou, wij hebben zelf de sleutel niet, de klant heeft die. En de data kan je in het datacenter van je eigen bedrijf laten. Dus als je een datacenter hebt in Europa, ben je onderhevig aan de Patriot Act. Ik denk dat Safe Harbor en allemaal andere zaken om zekerheid te geven. Maar in de praktijk, als ze een vraag krijgen om dingen op te leveren, gaan we dat niet melden. En wij hebben het encrypted met een bepaalde versleutelingstechniek. Die versleutelingstechniek heeft een sleutel. Die sleutel ligt bij de klant. Dat wil niet zeggen dat de NSA die kan breken. Bedoel, je kan niet zeggen dat de NSA die kennis of die nee, niet heeft. Volgens mij FIX 140 met 2 certified crypto, blabla, bla, met certificaten. Maar als het te duur wordt voor de NSA, wordt het niet meer interessant. Onkraakbaar is niks, dat weten we. Precies. Dus hoe wij het ervaren, die vraag wordt heel veel gesteld. Omdat we Amerikaans bedrijf zijn, bij default heb je al een vraag. Wij hebben Noxer datacenters, maar we hebben
nu de keuze om dat in het datacenter van de klant te laten. En de versleuteling ligt bij de klant zelf. Ja, het standaard gaat het verkeer bij de meeste van jullie door een NOC? Of rechtstreeks tussen een hoster klantlocatie en een device ergens? Dat is echt de keuze die wij gemaakt hebben als SAP, om juist niet gebruik te maken van een NOC. Jullie hebben de data gewoon ook helemaal niet. Nee. Dat is ook een oplossing. Ja, klopt. Dat is ook een oplossing. Ja, dus dan komt de NRC voor de gesloten deur. Is dat genoeg antwoord? Ja. Ja. De eerste data die wordt opgeslagen is de hardware-informatie van het device zelf, maar er worden geen namen opgeslagen, geen documenten, dus dat wordt niet opgeslagen in dat SaaS-model. Oh ja, meta-informatie heet dat, hè? Meta-informatie. Ja, dat is ongevaarlijk, heb ik geleerd. Dus dat is de eerste informatie. Nee, dat is wel degelijk gevaarlijk, want je weet nog steeds wie met wie contact heeft gehad en je weet ook. Session setups gaan wel via jullie NOC, want dat is de authenticatieslag die erover aan vooraf gaat. Hè? Of u kiest voor de lokale variant natuurlijk om het ter plaatse te installeren. Dan heeft u de volledige. Dan gaat de authenticatie ook rechtstreeks naar mijn host op mijn premise? Dan blijft het gewoon binnen uw wijk. Oké, dan zijn jullie geen authenticating NOC meer om licenties uit te geven of om sessieverkeer toe te staan of wat dan ook. Dan is het puur peer-to-peer naar mijn netwerk omgegeven. Klopt. Nou, dan wordt het wel beter. Dan is die informatie daarover ook niet meer beschikbaar bij jullie. Dat klopt. Oké. Als je dat doet, hoe ontsluit je dan, want ik kom helemaal niet in de volgende slide toe, die delen is trouwens ook niet interessant. Hoe kom je er naartoe om allerlei cloud apps van, of cloud oplossingen van derden te ontsluiten als je de host op de klantpremise neerzet? Dus in mijn domein, bij mij, in mijn datacenter in Den Haag. Dat wordt dan weer ingewikkeld, of niet? We bieden verschillende modellen aan, en we noemen het de delivery modellen. Kijk, cloud bieden we aan omdat het toch de markt vraagt om op een bepaalde manier. Maar als er nu extra security gesteld worden, dan bieden we feitelijk een volledige on-premise installatie aan. Dat betekent feitelijk dat we niet gebruik maken van de cloud. Nee, niet van jullie cloud services, maar als ik dan SAP uit de cloud wil trekken en ik gebruik niet SAP zijn eigen mobility oplossing, maar die van jullie, hoe kom ik er dan bij? Hoe moet dat dan? Moet dat dan een turnaround op mijn netwerk zijn? Moet ik daar met routers gaan werken? Of moet ik, want ik kan niet meer rechtstreeks naar de cloud toe vanaf een willekeurige locatie, moet ik allemaal via mijn thuisadres? Ja, we werken via secure cloud connectors en dat soort zaken. Dus we maken wel verbinding, uiteraard, als dat noodzakelijk is, via een secure verbinding. Ja. Dan gaat dat rechtstreeks van mijn device hub via KPN zo hub naar de datacenter in Nederland naar de cloud? Ja. Of moet dat via mijn thuisadres? Nee, dat hangt vanaf de keuze die je wil hebben. Dat hangt van de authenticatiemechanisme af. Wat je exact wil, dat is een oplossing. Oké, dus authenticatie is daar wel van afhankelijk, maar verder sessie gaat wel rechtstreeks. Want als bij het voordeel van cloud streaming ben je natuurlijk kwijt. Ja. Dat, wil daar nog iemand iets anders op zeggen? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan ook een soort van gateway installeren in je eigen netwerk. Zet je verbinding op naar die gateway in je eigen netwerk. Daar worden ook compliance checks uitgevoerd en dan wordt de verbinding weer naar het internet gestuurd. Dat is een andere methode eventueel. Oké, dus dan kun je daar policies op loslaten om te bepalen wie wel en niet wat mag zien of welk verkeer wel of niet naar een bepaald device mag. Ja, precies. Extra authenticatie. Ik denk dat op die gateway gekeken wordt, want welk device heeft aanbod te melden op een backend als het goed is en daarop gecheckt wordt. En dan is er een policy van toepassing. Zo goed als dat je groepen membership hebt op een AD-server en dan hoort welke apps je mag benaderen of welke stress. Ja, ik vind het trouwens wel heel makkelijk, het SaaS-model nu op zijn schuiven. Als ik bij Airwatch kijk, 75% van onze klanten zitten in de cloud en niet on-premise. En ik heb hier het gevoel gekregen dat we allemaal ermee eens zijn dat on-premise de beste oplossing is. Terwijl we zijn allemaal doodsbenaderd van de NRC in ieder geval. Hoe lossen we dat dan op als we toch jullie cloud-oplossing pakken? Nee, maar ik denk dat te maken heeft, kijk, als je een MDM-oplossing biedt, bied je in feite geen oplossing. Puur MDM is geen data. En die hebben ze eigenlijk alleen maar een regel wat het device moet gedragen. Ja. En er staat eigenlijk helemaal geen, in zo'n cloudbossing staat natuurlijk helemaal geen data, geen gevoelige data van de gebruiker. Het is alleen maar hoe die device is ingericht, of hoe het encrypted is, of hoe enzovoort. Ja, dat dan krijg je wel sessie-informatie natuurlijk. Hè? Ja. Dus de meta-informatie heb ik dan wel. Ja, maar het is geen echte de harde bedrijfsinformatie. Die niet. Nee. En de meeste bedrijven, zeggen jullie, die vinden dat goed genoeg. Ja. Het was echt van het kostenplaatje ook. Ik zeg het van de dag van vandaag in Benelux, elk project dat krijg je door met een base ROI. Dus je moet echt zien van wat is de return die ik heb. Als ik bring your own device ga doen, dat wil zeggen dat ik al die dure iPhones niet meer moet aankopen. Dus natuurlijk de werknemer kan eender welk device, zelf in de Aldi kan hij een Android kopen of iemand kan een iPhone zelf kopen aan €800.
Dus heel die kosten die er valt, de abonnementskosten, die kan je bemiddelen met de werknemer. Je hebt ook expense manager, dus mobile financial manager, om te kunnen zien die heel die dure salesjongens, die dus veel met hun vriendin in Thailand sms'en en mailen en WhatsApp. Dat kost allemaal bakken geld, dat kunnen we nu gaan controleren. Dus die prijs gaat naar beneden. Dus er zijn ook, ik zeg, iedereen ligt wakker van dat security aspect. Er zijn ook andere topics die wel leuk zijn om te kijken. Ja, ja, maar wij zien hier een security club, dat is nou helemaal vanuit mijn ervaring, ik denk dat Windows is wel iets wat nu terugkomt. Het is een afslag aan de Lumia. Maar ik loop nog wat achter in het ontwikkelen van API's in vergelijking met iOS en met Android. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet op de weg terug zijn. En volgens Gartner is het ook weer wordt het een gedoofde concurrent van Android. Good Technology beveiligt ook Windows Phone en Windows Pro, etc. Wat wij zien is, als onze klanten activeren 5000 devices per dag. Dus wij houden dat bij in de Mobility Index, die we elke 6 maanden distribueren. En die gebruiken bijvoorbeeld ook de Tim Cook in zijn kwartaalcijfers om te zien wat de adoptie is van iOS, Android en Microsoft. En daarin zie je dat er een hele lage adoptie is op het Microsoft platform. In Nederland is dat absoluut niet het geval. Wij hebben heel veel klanten die Windows Phone gebruiken. Ik kan voorbeeld noemen vanuit Sustainability, dat ze vinden dat Microsoft Sustainable is. Ik zal niet de klantnaam noemen, zo bang. Iedereen voorzien van Windows Phone. We hebben een groot utilitybedrijf in Nederland die we voorzien hebben van niet blijven van de wel van de app. Dus we zien Microsoft absoluut als platform. Dat hebben we al sinds 1996. En de tablet komt daarbij Windows Pro. Oké, en geen verschil in onderwerpen bij met vergeleken met Google of met Apple iPhone? Ik denk dat Windows Phone platform zelf kijkt, dat staat echt nog in de kinderschoen, nog iets van MDM functionaliteiten. Dus de beschikbaarheid van policies. Ja, dat is bij Windows Phone absoluut nog heel slecht. Ik weet niet hoeveel Windows fans hier zitten, maar goed, dat weet je jammer. Ja, dat denk ik wel sowieso goed. Maar nee, dat als je echt in de kern kijkt van wat we als MDM leverancier kunnen leveren, we zijn afhankelijk van wat de operating system support. Het is gewoon nog niet gelijk, absoluut gelijk met iOS of Android. Dat is echt zo'n basis. We spraken bij Windows over een wipe is dan mogelijk en dergelijke, maar alle policies en dergelijke, zo in details als je bijvoorbeeld iOS of Android kan bieden op dit moment, dat is bij Windows wel absoluut gespaard. Oké, en alle Android-smaken dan? En dan zeker Android-smaken waar Sense UI en weet ik veel wat voor jasjes omheen liggen, die ook nog allerlei functionaliteit bieden. Hoe hou je dat bij? Ja, dat is een groot probleem. ik denk ook dat is ook eigenlijk wat je al mee ziet in bedrijfsomgeving, dat er toch een keuze gemaakt wordt voor zeg maar, een soort zekere stabiliteit van een operating system. En dat is toch iOS, ja, misschien dat persoonlijk ook bedoeld. Want het is feitelijk een omgeving die eigenlijk niet afhankelijk is, en dat heeft Steve Jobs toen goed begrepen. We laten niemand anders het operating system definiëren. We doen het alleen maar zelf. En ik denk dat eigenlijk ook eerlijk gezegd een groot probleem is voor nog steeds voor Android. Het is in feite te open. Dat betekent iedereen zijn eigen API's en alles kan ontwikkelen. Alleen dat is voor een bedrijfsmatige toepassing is dat denk ik gewoon niet handig. Omdat dat nu aangeeft van oké, ik heb een applicatie nu op mijn Samsung Huppelfluts. En over een jaar en een half jaar is een andere. Ik moet kijken of mijn applicatie ook waar is. Maar wij merken dat dus ook vanuit applicatievelden. We zijn natuurlijk ook een leverancier van applicaties. En juist om die reden leveren wij het eerst aan op een iOS-omgeving, omdat we weten dat het iOS-platform is er nu en is over een jaar nog steeds en het is compatible met dan mee. En Android is er echt een punt. Het is altijd van de platform. Het is gewoon prima eigenlijk. Kun je bevriezen op een bepaald OS-level en upgrades blokkeren bijvoorbeeld? Ja, dat kan wel, zeg maar dan nog. Weer afhankelijk van als er nieuwe devices geleverd worden, zeg maar, in dezelfde serie, wordt weer automatisch uitgelegd met een Android 4.1, 4.1.2, 4.1.2, ijscream, of weet ik van wat allemaal. Je wordt er gek van. Ja, wij zien dat, als we kijken naar de Good Technology, want we hebben zeg maar drie klasses van methodieken zijn het eigenlijk om een device te certificeren. Dus Android supporten we ook in alle smaken, dat alle merken die we net voorbij hebben zien en horen komen, waar we aan kunnen denken. Wat we doen is dat we certificeren het device en het OS.
En we hebben daar drie, zeg maar, klassificaties en testen die we daarop uitvoeren. Maar ons principe is van ja, het zit in een container. En op het moment dat het een router device is, dan heb je als klant of als IT-afdeling heb je de mogelijkheid om de policy aan te passen. Is het een router device, kan je de data in de container vernietigen. Maar dat moet je dan wel in de speech hebben voor alle varianten van rootsystems en packages die er bestaan en alle strategieën. Dat is een kat en muisspel, want dat verandert heel snel en dat zien we ook. Maar dat is onze sweet spot, dat we zien op een jailbroken of rooted devices. En zelfs Microsoft heeft nu een crack gehad. Maar een rooted device, is dat echt wel interessant als jullie toch de sleutel beheren en jullie de crypto doen en alle veilige sandbox bieden? Wat is dan de bedreiging? De bedreiging is als volgt. Zeg maar, als je kijkt naar het Android-device, kan je malicious code in hun memory installeren. En daarin kan je zien alle beeldactiviteiten. Dus dat betekent dat de malicious code in memory draait. Op het moment dat je de app, het wachtwoord opent, je encrypt, je ziet wat je normaal ziet, mail, data, files. Dan kijkt de malicious code mee. En wat wij hebben gedaan is die malicious code hebben aangepast, witte stip gegeven. Dus je ziet gewoon de vingerbeweging. Dus hij meldt alles, het is een keystroker. Hij kan alles netjes rapporteren. Dus alle peripherals worden dan eigenlijk afgetapt of gespiegeld doorgegeven, misschien naar een externe bron. Dus wat wij zeg maar, hebben gedaan, dat hebben we toevallig vandaag geannonceerd, is een Trusted Authentication Framework. Dat we niet alleen zorgen dat we een device policy kunnen zetten, een container hebben en extra authenticatiefactor kunnen inbrengen om de container te openen. En wederom, jullie kunnen de policy zetten als gebruiker om te zeggen nee, een rooted, jailbroken, dus zeg maar een gevaarlijk device. Vernietigen we of we melden netjes aan de gebruiker dat u een upgrade voert of u heeft een gevaarlijk device. Laten we het gebruiker al. Oké, dus wel degelijk relevant. Ik heb ook geleerd over. Ik heb van het weekend een nieuwe tv gekocht, Samsung TV. En ik moest kiezen, want dat was in de Mediamarkt. En die hebt daar ontzettend veel toestellen. En toevallig heb ik een goed toestel gekocht en tegen een heel goede wetenschappelijke prijs in een Samsung device. En het had een camera. Ik zie van dat vind ik top. Ja, waarom is dat dan zo goed aangepakt? Ja, zegt hij, ja, kijk, er zijn heel veel klachten binnenkomen, omdat er inderdaad iedereen kon meekijken in de living. Dus nu kun je dus dat camera zitten dichtklappen, maar natuurlijk ook, zoals je aangeeft, je kan dus perfect keystroke software installeren en malicious software installeren. Dus wat je ziet is dat in de desktop space, 10 jaar terug met Backorifys, net plus die kan van de hacking programma's, die je zo van het internet kan halen, kun je nu ook eigenlijk al die mobiele hacking toestellen. Ja, maar dat komt misschien omdat er een S5 geïntegreerd is in de televisie of zo, Samsung. Dus nu zijn die al patchvallen, dus je kan die upgraden. Ah, ja, okay. Nu een ander concreet voorbeeld. Hè. Dus we gaan devices beveiligen, we gaan de backend beveiligen. Oké, dat kan allemaal goed en wel. Maar de eindgebruiker kan nog altijd bijvoorbeeld Angry Birds installeren. Nu weet er iemand wat er gebeurt als je Angry Birds installeert op je iPhone. Dus zal je telefoonboek wel gekopieerd worden. Exact. Ja, het hele telefoonboek wordt gekopieerd. Angry Birds is eigenlijk een excuus om data mining op je toestel te spelen. Dus wat je ziet eigenlijk is 100% ongeveer van de Android apps available op de market in Google Play zijn gepirateerd. 80%, dat is heel veel, van die apps die je wilt, die doen iets met die toestel. Dus als bedrijf moet je natuurlijk bewust van zijn en zeker die corporate data beveiliging in die container die wij natuurlijk allemaal kunnen. Maar dat klopt, en daarom denk ik het feit dat Android niet de status heeft van een enterprise device voor bedrijf te passen. Het is te open, te gevaarlijk, te riskant, te weinig beheersbaar. En ik denk dat die als leverancier allemaal moeite hebben om dat platform echt goed onder controle te krijgen. Ja, maar mijn mening doet de vraag, wat hoopt is in de discussie in op de essentie van waar het eigenlijk om begonnen is? Bring your own device is eigenlijk een van de cruciale drijvers. Daarachter is flexibiliteit. En dat wordt ook in de business gevraagd door de business eenheden. Als ik deze discussie volg, hebben we toch inderdaad een trend terug die flexibiliteit van de mobile devices toch een beetje probeert in te bannen. Ik neem aan dat dat opnieuw weer het spanningsveld oproept met de business. Ja, ik denk als je een bring your own device policy gaat opstellen, dat het device type en de versie ervan wel heel erg belangrijk is om dat vast te stellen. En er zullen bepaalde versies zijn en bepaalde operating systems die als organisatie liever buiten je mobiele markt houdt. Hoe weet je dan welke dat zijn en wie gaat jou dat vertellen?
Moet ik daar vulnerability management voor inrichten om te weten welke devices buiten mijn policies vallen? Ik denk dat Bitcoin device policy gewoon echt onzin term is. Bring your own iPhone. Ja, maar in realiteit is het heel simpel. Ja, echt waar. In realiteit is het heel simpel, want in feite bring your own device. We zeggen dan vanuit onze zak, ja, bring your own device. Maar het moet dan wel een iOS zijn, of het moet dan wel een Samsung S5 zijn, of het moet dan wel, ik denk dat het echt heel moeilijk is. En waarom vertel ik dat? Wij redeneren vanuit bedrijfsapplicaties. En het heeft heel veel te maken met bring your own device, op het moment dat je de bedrijfsapplicatie wil ontsluiten, dus echt apps wil hebben. Die bedrijfsinformatie kan sluiten. Zoals wij leveren van bedrijfsapplicaties. Vanuit die redenering zeg maar meer choose your own device vanuit een lijstje, zeg maar. En het bring your own device kan wel, zijn een beetje gekscherend, maar het kan wel op het moment dat je eigenlijk maar minimale informatie van de bedrijfsorganisatie beschikbaar wil stellen. Alleen een e-mail bijvoorbeeld. Nou ja, dat kan op de meeste devices. Maar als je een stapje verder gaat, waar het eigenlijk om gaat, is bedrijfsinformatie, dan is het een heel ander verhaal. Dan is het niet meer bring your own device, dan is het device. Welk device supporten met onze applicatie? Dat is heel anders. Ik hou wel van stellingnamen, maar ik ben het daar 180 graden niet mee eens. Niet mee eens? Nee. Het is bedreigd je omzet natuurlijk. Nee, helemaal niet. Het maakt ons niet uit of je bring your own device of corporate deal. Alleen wij zien, en dan heb ik de scope niet wereldwijd, maar de scope op Nederland. Hele grote bedrijven die absoluut bring your own device doen, en ook hele kleine bedrijven. Zijn die zich dan niet bewust van die risico's zoals jullie die eerder schetsten over de implementering van peripherals? Ik vertel dat even net in het kader van applicaties. Kijk, Groot levert geen applicaties. Geen applicatie vanuit een applicatieplatform. Nou ja, weet je niet zelf. Nee, oké. Okay. Maar je kunt ze wel in packages, dan kun je de hele lente van de wereld in bespreken. Maar dus dat betreft, dat komt maar eens de verantwoordelijkheid van degene die de applicatie levert. En dan is het even goed. Nee, maar het gaat om de strategie waar die vandaan komt. Dat is mij niet interessant. Als je applicaties naar je mobiele device levert, levert dat een risico op als de peripherals hackable zijn. Hebben jullie net aangegeven? Dat klopt, maar dat gaat niet weg. Nee, het ging over choose your own device, bring your own device. Maar als je het over bedrijfsapplicaties hebt, dan is het dus goed. Een device type, zeg maar. Ja, dat is ook een beperking. Maar dan moet je wel zelf gaan bijhouden welke veilig zijn. Ja. Dan moet je een onderzoek onderwerpen. Dan moet je een policy hebben dat je geen Angry Birds of aanvallende dingen mag installeren. Ja. En dus zo ver moet je policy gaan. Dan is bring your own device eigenlijk een beetje een farce. Nee, de werkgever betaalt er toch bijna allemaal in een beetje een beter betaalde baan. En ik zag net ook al een meneer, een van jullie had twee toestellen, dus die heeft een brought your own device en een process device. Dat is ook een strategie, dan heb je er twee. Ik wil er toch op reageren, want ik denk dat het niet limiteert tot onze eigen apps die we bouwen, maar ook de third-party apps. En dat kan ook SAP zijn. Dus kom langs, kunnen we laten zien. Ik denk dat we niet ons limiteren tot het OS device type. En dat komt omdat we onze eigen encryptie hebben om de container, dat wat we hebben uitgevonden een tijd geleden, gepatenteerd. En dat encryptie is tussen apps. Waarom is dat relevant? Omdat als Angry Birds meekijkt, ze niet mee kunnen kijken, omdat ze moeten unencrypten. Ja, oké, maar volgens mij hadden we net een ander soort aanval. Dat ging over het hacken van de beeldschermkaart. Dan kun je zien wat er op het beeldscherm getoond wordt. Je kunt zien wat voor keystrokes ingaan, je kunt de output dus kijken. Dus ik ben het eens dat er verschillende typen attacks zijn op een device. En dat is de enige bedreiging die ervan uitgaat, want de crypto inderdaad was onkraakbaar, hebben we eerder vastgesteld enzovoort. Nou, de stelling zou ik niet kunnen vragen. Nou ja, bijna. Voor mij is het onkraakbaar. Nou, dat kijk, wat we wel kunnen doen is natuurlijk met Rovio in gesprek gaan om te kijken of je de high scores binnen Angry Birds kan beveiligen. Dat heb nog niet gedaan. Heel belangrijk. Dus iedereen is natuurlijk welkom op onze boot en ik heb daar een stripverhaal liggen eigenlijk om te zeggen van wat we ongeveer doen. Er zijn er 10 geboden. En nummer 1 wat erop staat is eigenlijk van oké, wat wil je doen? En wat laat je toe? En dus afhankelijk, we zitten in een paar landen en dat hangt af van land tot land. Bijvoorbeeld, een SaaS-model is niet mogelijk in Luxemburg. In Nederland, geolocation tracking is al heel moeilijk, dus dat moet echt met HR bekeken worden, is dat überhaupt mogelijk? En waar komt dat vandaan? Is dat onderbuik of zijn dat rationele besluiten? Nee, dat is gewoon standaard wat de markt vraagt. Dus het is heel belangrijk om te zien van oké, wat wordt er gebruikt? Dus ik zou, als ik jullie was, gewoon eens intern een soort usergroup opstarten, of eens met management praten van oké, wat willen we met die oplossing gaan doen? Dus wij bieden verschillende oplossingen. MDM, het is commodity geworden, dus het is eigenlijk algemeen dat de spelers die aan tafel zitten, dat wij gelijkaardige dingen kunnen. Een paar toeters en bellen die mooier zijn of niet, hè? Dus groen gekleurd, rood gekleurd, blauw gekleurd. Aan de andere kant is het belangrijk, wat wil je doen? Okay? En die beperkingen kunnen heel, heel ver gaan. Okay? En dat moet je zelf bekijken intern binnen de policies van het bedrijf. Ik
Ik ben zelf heel actief geweest ook in België bij de ziekenhuissector. En daar kan ik u zeggen dat de patiëntendossier is zeer, zeer beschermd. Daar moet u mee oppassen. Soms nog veel meer dan bijvoorbeeld advocatendossiers of dergelijke. Dus alles hangt af van uw firma en wat u met die data wilt doen. Terug naar wat wilde u nou ook alweer? Want dat vinden wij vaak wel lastig, want dan zegt de manager: ik wil dat. En dan zeg je: ja, maar waarom? Geef het nou maar gewoon. Andere vraag. Welke kwaliteits- en veiligheidscertificaten heeft een goed MDM-product? Hoe krijgen we assurance over wat jullie zo vrolijk beweren over crypto? Als ik opgeef namens Mobilar, zijn door een Amerikaanse overheid gecertificeerd, FIPS 140. Ja, maar die vertrouwen we niet. Helaas. Volgende. Er zit dan een externe audit op, die FIPS, door wie is dat gecertificeerd? Ik weet dat FIPS is een programma van de Amerikaanse overheid. Het is een norm die zij stellen kwaliteitseisen aan leverancier. Maar de Amerikaanse overheid is niet de auditerende partij, toch? Nee, ze zijn de partij in dienst die het uitvoert namens de Amerikaanse overheid. En dat is een echt onafhankelijke partij, zoals Dekra of zo? Ja, ik kan de officiële brief laten zien. Oké, okay, dus dat is een kwaliteitscertificaat op de crypto. Moment, hier een vraag. Welk niveau van FIPS? Welk niveau van FIPS? 2. 140, 2. Netjes, goed ook, dat weet ik. Maar dat geldt dat voor alle onderdelen? Ja, dat is voor de hele suite. Dus voor de hele keten is dan een kwaliteitsbeoordeling van het crypto framework over je applicatie, volgens mij. We hebben zo'n 17 certificeringen, dus over die echt de grootste 17 certificeringen. Daar ging je niet over hebben. Dat is niet langer. We in Nederland, dat is een Nederlands specialist. Size does matter. De MDV heeft een inzetadvies geschreven. Plus. En dat is het hoogste niveau op software. Daar zit een target document op vast. En dat betekent dat we dat doen op dat hoge niveau met alleen software. En dat geldt voor de gateway software? Dat hele, hele stack. En wat het mooie is dat als je kijkt naar een collega die hier niet bij zit, die hierbij zou kunnen zitten, BlackBerry. Ja, die heeft dat ook. BlackBerry heeft level 2, wij hebben level 4 plus, 2 hebben alleen maar tech. Dus dat we hebben een hele lijst, ik ga ze niet opnoemen, maar dat zijn de twee die iedereen wel relevant. Oké. Nog iemand? Ik weet dat Checkpoint Firewall die heeft een AI level 3 volgens mij, van 4 hebben ze, niet 4 plus. Dus dat is wel een stoer. De andere heren willen daar niet op ingaan welke certificeringen ze hebben? Ja, we hebben heel erg allemaal hetzelfde. Heel erg veilig, dus dat vertel ik niet. Heel erg veilig. Okay. Het heel erg veilig certificaat. Oké, okay, goed zo. Ik denk dat die vraag nog wel terug gaat komen, dat jullie moeten gaan vragen waar lag dat certificaat ook alweer. Ja, dat is een beetje een ongerichte vraag. Hoe integreer je de cloud? Daar hebben we het over gehad, volgens mij. Hoe detecteer je misbruik? Wat voor mechanismes? Ben je afhankelijk van de telefoon om routing te constateren? Hoe doe je dat? Want eigenlijk is dat een misleidingsstrategie die onzichtbaar is, behalve wanneer je daar heel specifiek op zoekt. Weten jullie of je dat ook kunt? Of je een geroute device kunt detecteren en waar je dat kunt zien? Ja, in onze software wordt in feite alerts, kun je alerts instellen, zeg maar, dat op het moment dat een device geroet wordt of gejailbreed wordt, dat in feite bij de beheer direct zichtbaar is. Oké, maar dat zijn bekende strategieën die dus in het openbaar uit zijn gekomen. We kunnen niet detecteren wat we niet weten, misschien. Nee, er zijn twee meer natuurlijk. Want onze device die wij beheren vanuit deze platform, die worden eerst als ze gecheckt natuurlijk of ze niet geroet zijn. Of gedeelboken zijn. En op het moment dat ze dat zijn, worden ze niet toegelaten tot de corporate data sowieso. Dus deze is in eerste instantie een check. En de gedurende lifecycle, zeg maar, van die device wordt ook gecheckt. Van of daar iets aan veranderd is. En op het moment dat die staat veranderd, dan wordt automatisch alerts ondersteund. Oké, okay. Misschien is de vraag hier wat technisch voor ditgene om precies te weten hoe jullie dat dan doen. Ronald, heb jij nog een vraag? Ronald, weet jij hoe dat zou moeten doen? Hij weet het even niet. Ik dacht ons technisch geweten. Maar ik heb maar een interessante vraag is wel, wat vind je wat misbruik is? Dat is geen uniforme term en ik denk dat de interpretatie wat je als misbruik wil detecteren, dat je überhaupt ziet, dat het helemaal afhankelijk is van de organisatie waar je
hebt. Ja, dat wordt dan een hele ingewikkelde technische ding. Nou ja, dat wordt natuurlijk wel. Als je het over geroute of de jailbroken hebt, dan heb je daar een compliance agent voor in de tool die dat detecteert en daar automatisch een actielooker die kan uitbreiden tot aan een enterprise wide bijvoorbeeld. Ja. Maar nogmaals, misbruik van een toestel maken kan heel erg veel zijn. Dus je moet inderdaad als organisatie moet je vaststellen wat is voor mij misbruik. Kan ik dat automatiseren? Gelet wordt, ja of nee, dat hangt er vanaf wat misbruik voor een organisatie is. Ik denk dat we dat eerst moeten beginnen. Garanderen jullie ook dat jullie steeds op de hoogte zijn van allerlaatste routes en allerlaatste hackstrategieën en dat je die altijd zult detecteren in jullie service agreement met de klant? Tuurlijk. Dat is heel goed. Het is wel de bedoeling dat jullie dat gaan. Oké, ja, moeilijk hè. Garanties zijn heel lastig. Maar goed, je zou een externe partij kunnen inhuren die dan, laten we zeggen, daar een kwaliteit weer biedt. We zijn een beetje gewend derde in te schakelen om ons vertrouwen te geven. Dus dat zou daar ook een strategie kunnen zijn. Is iemand van u die daar iets anders over wil zeggen? Ja, het is denk ik een beetje kip en ei vooral, net als met virussen. Partijen zoals Symantec is nog steeds bezig met nieuwe techniek om virus tegen te houden. Hetzelfde is met jailbreak en root detectie. Slim hackers vinden steeds een manier uit en daar moeten we ons tegen wapenen en beveiligen. Dus het houden we continu in de gaten. Inderdaad ook ook derde partijen in, en ook kanten, voeren ook penetratietesten uit, dus het is echt een continu proces. Ja, ik zou een contract sluiten met Symantec en zeggen, als Symantec zegt dat er een nieuwe route-strategie is, dan wil ik dat horen enzovoort. Dan heb je een kwaliteitslabor. Is er iemand van jullie die dat doet, of iets begeleiden? Ja, momenteel hebben wij ook een overname gedaan in die space, dat is een Israëlische financiële trust. Want wat dat doet is eigenlijk aan banken eigenlijk de mogelijkheid geven om, dus als eindklanten eigenlijk aanlopen op de online banking. De helft ervan is geïnfecteerd met malware. Dus als die aanloggen met een Android-toestel of met een Windows die geïnfecteerd is, dan wordt dat gevlakt. Dat wil zeggen, die persoon wordt ingericht van kijk, u hebt malware draaien, dus u krijgt nu nog 5 minuten en dan wordt u uitgesloten van de bank. Wat gaat niet verder dan dat? Dat wil zeggen, overlast was een klant die zei van ja, Maarten, ik vind het heel leuk tool, hè, wat jullie hebben. Heel gebruiksvriendelijk, heel top, maar ik wil niet dat mijn medewerkers bijvoorbeeld op de camping, bijvoorbeeld op de pc van de camping, toegang krijgen tot mijn bedrijfssysteem. Of dat dat nu een toestel is dat mobiel is of een desktop, of op de pc van de vrouw bijvoorbeeld, die werkt voor een ander firma, dat wil ik niet dat zij toegang krijgen tot eigenlijk mijn bedrijfsapplicatie. Dus ik heb graag een tooling die daarvoor nog eens checkt van ja, die Maas 360 app of die app die jullie hebben, dat moet eerst geverifieerd worden, gecertificeerd worden en dan pas krijgt hij toegang. Dus het gaat veel verder. Vanuit Blue Technology laten we een partij een pentest uitvoeren. Vericode is die partij. Dus alle ecosystemen, partner apps en onze eigen apps worden daar ook getest. En ook eigenlijke release zoals die wat bleek die ik net vandaag heb gekregen. Had ik dat moeten detecteren? Heb je net afgesloten? Ja, goed. Ik hoor straks nog dat het niet komt. Iedereen tevreden met de antwoorden? Michiel. In heel veel van die maatregelen die jullie treffen, die hebben betrekking op het versleutelen van gegevens op het systeem, van de gegevens in transit. Er is natuurlijk een moment dat die gegevens onversleuteld zijn. Dat is het moment dat je het aan het lezen bent. Hoe voorkom je nou, en ben je altijd in staat om te zien of er een malafide app is die met jou meeleest? Dit is aanslag gerelateerd. Kan je altijd detecteren of er zo'n app op het device aanwezig is? Dat is een zwak. Wat je hebt natuurlijk is, je hebt een overzicht van wat er geïnstalleerd is. Dus je kan perfect nagaan voor op die mobiele toestellen, laptops, whatever, wat is eigenlijk die installlijst. We gaan zelfs nog een stap verder, je kan zelfs zien van oké, hoeveel wordt er gebruikt. Want dan kan je natuurlijk je contract met Microsoft hernegociëren. Dat is wel heel interessant. Kunnen apps zichzelf niet verbergen? Dus ja, uiteindelijk, alles staat of valt. Ik zeg het, corporate data, steek het in een container. Steek het in die beveiligde omgeving. Dus, wij kunnen natuurlijk, als het spreekt over bring your own device, wat iedereen bijvoorbeeld eigenlijk die strategie toepassen, hè, of choose your own device, wat eigenlijk zijn moet. Dan moet je eigenlijk al zien, maar oké, je moet niet alles gaan gebruiken
Want anders ga je de eindgebruiker het zo moeilijk maken dat hij zegt, ja, kijk, doe er gewoon niet aan mee. De bedrijfscontent, ja, dan ga je er niet vooruit. Je wilt eigenlijk de productiviteit van je medewerkers vergroten. En dat doe je eigenlijk door een MDM-oplossing toe te laten waarin je corporate data beveiligd is. Vandaar eigenlijk. Maar ja, vraag ik over dat moment echt niet zo veilig. Ik denk de beste veiligheid is om geen mobiel device te gebruiken. Dat was bring on the de slotverklaring van deze bijeenkomst. Hoor, zou die ook? Ik denk dat het een zwakke plek is omdat je een cryptogie gebracht wordt ingevoerd op de container en hij pakt uit. Ja, dan heb je een zwakke plek te pakken. Dat is absoluut juist. En dat apps dat van elkaar zien, dat is juist het risicoprofiel wat je moet verdedigen. En daarvoor is bijvoorbeeld Android, zo'n zwak OS waar we het net over hadden, waar allemaal verschillende dingen gedaan en getweakt kunnen worden, omdat het zo open is en je dat niet ziet. Apple probeert daar controle op te hebben totdat ze de eerste app hebben die dat ook heeft. En de maatregelen, er zijn verschillende maatregelen die daarin kunnen treffen, kunnen wellicht zo bespreken. Oh, en wat daar password is en dat soort dingen, die kunnen we daar niet zien. Je blijft het on display houden en dus leesbaar krijgen als je video's snel kan ontschrijven wat de eerste keer. Want daar password is niet erg. Maar de moeilijkheid zit in, er worden tussen de 600 en 700 apps per dag aangeboden aan de Google Play en de Apple Store. Ja. En hoe ga je dan verifiëren welke app malicious is of niet? Nee, en dat is niet te doen. Nou ja, kan je een app laten bewijzen dat die veilig is? Is dat niet mogelijk? Dat klopt. We ondersteunen in onze software in ieder geval sowieso whitelisting van applicatie of blacklisting. Zeg maar, dus whitelisting is veilig. Precies. Dat was even een test, zeg maar. Dus inderdaad, als je daar in een whitelist ontdekt applicaties die je sowieso vertrouwt, ja, dan kun je daar een aantal dingen voorkomen, maar je kunt niet altijd alles voorkomen. Oké, nou, vervolgens staat, het is niet de laatste vraag, maar nou ja, het is volgens mij wel de belangrijkste vraag. De rol van de bewustwording van de gebruiker. Wat vreet de gebruiker uit? Er zijn grenzen aan wat je kunt doen, denk ik. En je moet de gebruikers toch ook opvoeden om verantwoordelijk om te gaan met die risico's. En het dichter leidt alleen maar tot ontwijking van een ander. We zijn nu een uur en een kwartier onderweg. Ik heb het gevoel dat wij tegen het eind van onze sessie aanloopt, de moeder over de knikken. Een laatste vraag uit de zaal. Wie heeft nog een pregnant onderwerp dat nog niet in orde is gekomen? Oh, Rob Imming, CISO bij de IT-organisatie in Hengelo. Waar we als gebruikers van dit soort software vaak tegenaan lopen, is dat er weinig sprake is van integratie in standaarden. Dus ook Level 2 heeft zijn eigen standaarden. Nou, dus zie je ook bijvoorbeeld dat artsen geweld zal gaan gebruiken, omdat dat wel een standaard is die wereldwijd wordt gebruikt. En ik vroeg me af wat jullie als leveranciers doen op het gebied van samenwerking en nou ja, interoperabiliteit tussen de producten te vergroten. Zodat we dat probleem dat artsen met WhatsApp gaan werken niet meer zullen zien. Ik denk dat van het Airwatch zo heel hard werken aan integratie met zoveel mogelijk omgevingen die op dit ogenblik al actief zijn in de backend van onze klanten. Maar dan heb ik het ook echt over tools die door het bedrijf gebruikt worden. WhatsApp is een tool die op dit ogenblik nog op persoonlijk niveau gebruikt wordt. En ik denk dat daar de moeilijkheid ligt, zoals wij met Angry Birds met Olivier gaan praten, om die affluent te kunnen rappen en die op die manier veilig te kunnen maken, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar nogmaals, als er 700 nieuwe apps worden aangeboden in de App Store dagelijks, is het moeilijk voor ons om dat allemaal bij te kunnen houden, mits jij dat via jouw policy toelaat aan de gebruikers. Hoe als jij gebruikers toelaat om gebruik van de tools te kunnen maken, en zelfs de organisatie de gebruikers limiteert door niet een vergelijkbare tool aan te kunnen bieden, dan wordt het voor ons moeilijk om dat allemaal te kunnen vervangen. Ik bedoel, er komt steeds meer bij. De Dropbox-functie alleen, die vervangen we niet. Mag ik misschien heel even ontbreken, jullie zijn volgens mij de leading vendors op het gebied van Enterprise Mobility Management, volgens Gartner. Volgens mij zouden jullie samen met Apple en Google om tafel moeten in een security console of workforce of bedenk iets om oplossingen te bedenken voor problemen. Absoluut. En doen jullie dat? Ik niet, maar ik zou jullie dat moeten doen? Ja, nou, ik denk dat op hoog niveau zeker wel gewerkt wordt met alle vendors. Ik weet dat we van Airwatch vanuit onze research en development afdeling heel close contact hebben met bedrijven als Apple, als Samsung, HTC, Microsoft.
om naast het feit dat we de nieuwe release en same day support willen geven voor allen, maar ook voor alle features die we opnieuw uitbrengen, dat wij te behouden. Nogmaals, als we naar apps kijken die uit worden gebracht in een app stores, dan wordt het dus veel moeilijker, vooralsnog, als het op dit moment is. En nogmaals, als WhatsApp morgen niet meer gebruikt wordt, dan is er wel een andere die daarvoor in plaats komt. Dat vind ik niet zo'n sterk argument. Ik ben echt op zoek naar standaard, het gebied van informatiebeveiliging. De Europese Commissie die heeft het al over leveranciers moeten meer samenwerken. En als wij zo dan het gevoel dat er wat samengewerkt op het gebied van standaard. Het antwoord wat ik heb kan geven op dit moment is het als organisatie die omgebruikt dan maken van dat soort applicaties. En als organisatie een vervangend tool voor aan te kunnen schaffen. Ik bedoel, als die bijvoorbeeld voor het ziekenhuis, als die doktoren een tool nodig hebben om te kunnen communiceren met elkaar, dan moet je als organisatie ook aan kunnen bieden. Ik denk dat het niet alleen van ons afhankelijk is. Als ik kijk naar Citrix, het is echt partnerships met alle grote vendoren, met Apple, met Google, met Microsoft, met Cisco, noem ze maar op. Alleen, er zit altijd een snijvlak. En waar wij wel willen, dan kan je tegen een feit aanlopen. Kijk naar Microsoft, hoe lang heeft het geduurd voordat Microsoft erkende dat een Microsoft Office applicatie op iPads of iOS uitgerold moest worden. Het is ook een stukje wetgevendheid van een partner als Microsoft, die op hun manier ook omgaan met deze business. Dus wij willen wel, maar uiteindelijk zullen we naar de rekening toe moeten dat wij allemaal zien van joh, we hebben een gezamenlijk belang te dienen. Oké, dat komt. Ik denk dat het belang is, feit voor ons heel groot is als leverancier. Alleen wij zijn er toebereid en dat proberen we continu om bijvoorbeeld met de Apples en dergelijke op tafel te zitten. Ik denk dat daar weer de deur gesloten blijft, omdat er misschien eigen belangen zijn. Kijk, je kunt natuurlijk erop wachten dat Apple met een eigen MDM-achtige oplossing komt, als het nog niet is. Google heeft iets beter voorzien, dat is een van de vragen die er stond, wat komt er naar MDM? Ik denk dat maar één oplossing is, dat is ook wat Google nu aan het doen is. Ze hebben het bedrijf Device overgenomen. Dat betekent het feit dat een device gesplitst wordt in echt een corporate en een personal device. En of je praat over virtualisatie, wat natuurlijk Hermes VMware bezig is. Dat is echt een andere tendens. Dat zijn de tendens die wij hier ook zien naar EMM. En Google heeft daar natuurlijk een bedoeling mee. Dus ook met betrekking tot een eigen, zeg maar, MDM achterwege. En dan ga je op operating system niveau ga je twee werelden creëren. Precies. Die elkaar niet meer kunnen zien. Precies. Ergens en dat isoleren op een ander niveau in plaats van met respect voor wat middelen die uit je doel komen. Ja, wij zijn gekoppeld aan het werk van een operating system en daar maken we allerlei leuke dingen omheen. Maar ik denk dat in essentie het device zelf gesplitst moet in corporate en in een private omgeving. Op het laagste niveau, dat weet je. Wel of niet met twee sims, want dat was bijvoorbeeld niet meer uitgehaald hebben. Dat zou ik eigenlijk wel interessant vinden. Bijvoorbeeld, maar goed. Google heeft dus wel eerder af dat bedrijf overgenomen. En dat is het bedrijf wat eigenlijk een van de basis heeft om die device echt te kunnen splitsen in corporate en private. En die dus echt onafhankelijk van elkaar werken. Oké, dankjewel voor deze bijdrage. Ik ga de vraag naar de toekomst even van links naar rechts, als jij het goed zegt. Kom je ook naar de beurt. Ja? Waar gaan we naartoe? Wat komt er naar EMM? Dat is natuurlijk de glazen bol. Dus, ik denk dat er heel veel aan het gebeuren is en dat hangt er vanaf van sector tot sector. Ik denk vooral, heel fascinerend voor ons is de retailmarkt. Daar is enorm veel aan het gebeuren, zeker ook in Nederland. Dus onze shoppingbeleving gaat volledig anders zijn. Er komen heel veel nieuwe toestellen bij als we gaan shoppen. Die toestellen gaan ons helpen om betere beslissingen te nemen. En natuurlijk een firma zoals IBM kan maar op verschillende manieren met helpen, ondertussen ook met dit soort platformen, maar ook, ik denk al business intelligence, dus grote data warehouse boxen om snel vanuit de retailer een snelle beslissing te kunnen nemen. Ik heb het verhaal verteld over de automotive sector. Dat we eigenlijk, het zal nog wel even duren voor Google. Wel even bij het onderwerp blijven, hè? Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, in de komende 3 jaar, ik denk machine to machine. Dus als je een cola bestelt met een vendingmachine waar een 4G-chip in is, dat moet beheerd worden, moet er ook weten hoeveel er verkocht is, die data moet uitgelezen worden. Nu de dag van vandaag al ook natuurlijk de laptop, de desktops, de servers. We willen de softwarekosten ook zo laag mogelijk houden, dus we willen ook zien okay, wat er opgebruikt is op die toestellen. Wat hebben we effectief gebruikt ten opzichte van het contract dat we getekend met de vendor. Dus dat zijn zeker plays die heel snel revenue kunnen terugbrengen naar je bedrijf. Ja, ik zeg het, de sky's limit, de nieuwe device die komen. Dat is iets
Los het vraagstuk wat we hier hebben besproken nog niet helemaal. Er zijn nieuwe mogelijkheden, eigenlijk nieuwe problemen die op ons afkomen. Die moeten we allemaal gaan oplossen. Maar dank voor je bijdrage, dan is het een blik in de toekomst. Ja. Wat gaat er na EMM komen? Precies nakomt, weet ik niet. Ik denk wel dat we naar integratie met een aantal processen gaan komen. Dus wat ik al begin al zei, dat we wat meer gaan groeien naar totale integratie met de bedrijfsprocessen. Maar ik denk als we puur over EMM kijken, dat we misschien toch weer richting een virtuele omgeving kunnen gaan. Dat die devices weer meer toonterminals gaan maken. En dat misschien de veiligheid weer in de backend gaat zitten als in de front-end. Maar die mainframe die heeft ook een probleem gehad vorige week volgens mij. Ja, dat is één keer. Ja, dat is één keer. Dus domme endpoints of een stuk van het... Het gaan worden als domme. Ja, ja, dus minder intelligentie. Want vanaf ik heb geleerd dat zo gauw bij PostScript was het allereerste intelligente bestand dat de eerste security issues heeft veroorzaakt. Want toen moest er iets van interpretatie en intelligentie op de eindpunten zitten. Dus er gaan weer minder intelligentie en interpretatie op de eindpunten. Dat is in ieder geval een strategische keuze, dat is duidelijk. Dankjewel. Let op de zwartsterf. Nee, wat was het? Nee, Ander? Mijn zoon moest zo lachen, die zag het. Het is helemaal stom genoeg, maar het was een Amerikaans filmpje met die kinderen die moesten kijken naar IT in de jaren 80. Misschien nog heel kort over 10 seconden over die standaarden. Ik denk dat we wel samenwerken en dat er zijn een aantal initiatieven. Ik denk dat er op CPU-vlak heel veel te winnen is. Er is elke CPU in alle devices die iedereen in de binnenzak heeft, die zijn gemaakt, en de blueprint is gemaakt door één bedrijf. En dat bedrijf heeft bedacht dat daar een secure zone op kan benut kan worden. Dat noemen ze Trust Zone. En dat is een bedrijf die dat nu gebruikt en dat is Samsung. En Samsung heeft dat NOX genoemd. Iedereen kan dat doen, ook Apple. Apple geeft dat niet vrij, dat is terecht. Hè. Apple is gesloten. Dus dat is een goede reden, daarvoor zijn ze redelijk veilig. Dus er is samenwerking op mobiel en dat gaat zich voortdoen op de CPU. En dat is die ARM CPU. Ja, en iedereen heeft dezelfde CPU blueprint en daar zit een zone in. Dus dat betekent dat je de CPU moet aanraken, wil je dat kunnen raken. En als je daar een stukje crypto neer zou zetten, zou het nog een stuk moeilijker worden. NOX, Samsung NOX heeft dat. Citrix heeft daar een serie mee gedaan, volgens mij Mobile Arno. En de andere partijen, ik hou niet precies bij, maar dus er is meer en meer samenwerking. Ik denk dat toekomstbeeld wat we zien, wat is er na EML? Veel meer complexiteit op security en management. Wat doen wij? We hebben nieuwe term geïntroduceerd. Model Service Management. MSM. Compliant, heel end-to-end traject. Monitoring en managing. Ongeacht type device OS en record. Oké, kort als ik moet. Min of meer gelukt. Ja, ik wil even terug kort komen ter samenwerking. Alle partijen hebben net een eigen SDK. Dus als je een applicatie prikkelt met Mobile SDK's die niet compatible met Citrix, met goed. We zien dat er nu een alliantie opgestart om een soort standaard, open standaard te komen voor deze SDK. Dus er wordt zeker samengewerkt tussen de partijen. Dus dat is zeker een goede ontwikkeling. En dan terugkomen op jouw vraag. Aan de ene kant hebben we de vraag, wil het data op het device beveiligen? En de user wil gewoon een hele goede user experience hebben van een native app. Dus ik denk dat we meer de richting gaan van de virtuele app op het device en de data is ergens gestoord op een on-premise locatie of in de cloud. Oké, dus minder intelligentie en minder data op het device. Dan hebben we even nog presentatie uitdaging over. Oké, het is een strategie. Goed zo, dankjewel. Gaat de batterij nog mee? Wat zeg je dit? Minder intelligentie op het device. Gaat de batterij nog mee? Ja, daar hebben we algen voor, heb ik gelezen. Okay. 200 keer zo lang en 200 keer zo snel laden. Dat is nog gewoon. ik kan daar alleen mijn persoonlijke visie op loslaten. Wat na EMM komt, denk dat vrij kort erop zit komen. We horen al heel ver in de toekomst praten. Daar kan ik ook nog naartoe werken. Maar voor mij, de eerste stap die we gaan zetten met z'n allen, is dat we naar een workspace management gaan, een soort gepersonaliseerde omgeving die op elk device, op elke locatie, universeel is. En dus dan hou je alleen presentatie ook over, dat is een beetje analoog aan het idee wat jij zegt, data terug in de cloud en ik presenteer het alleen maar. Correct. En daarmee beheers je de risico's. Ja. Op een andere manier. Het is toch terug naar de mainframe, die we zullen visioneren. Nou, hartstikke mooi.
Volgens mij zijn we er door, tenzij ik nog een vraag uit de zaal moet doorgeven. Denk ik dat we hiermee aan het eind van de discussie zijn gekomen. Ik ga deze heren graag bedanken. Jullie zijn allemaal uiteraard vrij om te gaan, het staan waar je wilt. Maar ik zou nog even wat stentie naast gaan zoeken. Een paar koffie nemen, straks een biertje. Geen bitterballen, hè Kelvin? Goed zo, geen bitterballen. Die zijn eruit bezuinigd. Ik blijf het herhalen. Maar voor de rest nog tijdenlang welkom. En ik hoop dat jullie allemaal een uitstekend gesprek hebben met een van deze 6 leveranciers die de moeite hebben genomen hier allemaal vanavond naartoe te komen en zich open te stellen voor de vragen.